Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Als jullie hier horen, de voor achterdeur staat open, dus de balkondeur staat open. Neemt u me niet kwalijk. Shoptrip 1, kringloop. Best een grote tas. Ja, een beetje losgegaan. Een beetje. Niet alleen voor mezelf. En ze wilde boeken hebben van Joep van Trek. Oké, die kwamen binnen. Ik heb er 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9. En jullie weten, ik ben natuurlijk gek van Antropiek, maar ik ben ook gek van de Efteling. Deze grote superboek. Yep. Een leuk kookboekje Passie voor Nassie. Deze van Konimax. Ja, als je gek bent van Efteling, ben je ook gek van laafjes. En ze vet te houden. Ik ben daar zeer blij mee. Een zeer oude geliefde spel. Ganzen worden. Oh, die kon ik echt niet laten staan. Die zocht ik al. Zo lang. Toen zag ik nog een mooi horloge. Vond het heel mooi. De datum staat er ook in. Hier zo. Dus alleen schakeltjes zitten erbij. Ja. Een Narnia boek. En nog wonderlijke verhalen van Hendrik Meijer, van Ronald Donald. Nee, wat om te lezen, maar dat is niet het enigste. Ik ben zelf gek op Agatha Christie. Eén, twee, Piero en Agatha Christie. Het zijn twee verhalen in één. Drie. Vier. Dat is een aardige boek. Toen zocht ik van die knijpertjes waar je kaarsjes aan kan hangen. Die heb ik dus gevonden. Voor in de kerstboom. En dan heb ik nog drie hele mooie gesleept stenen eieren. 1, 2. Dus met lezen kan ik maar op. Zo. Ga ik het weer allemaal weer even netjes terug erin doen. Want, ja.
Dus ik zo, dat zit er in de tas. Dan weet ik weer dat dat één is. Shop. Kringloop. Dus ik wil zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte.